Vandaag zijn we op bezoek in de Life is Art Gallery in Antwerpen, waar een tentoonstelling loopt rond fotografie en poëzie, mag ik zeggen. En die tentoonstelling die is qua poëzie verzorgd door Margot Koremans en qua fotografie door Alec. De tentoonstelling heet Would You Go Crazy If You Found Out? Een Engelse titel. Waar staat dat eigenlijk voor? Wel, we hadden heel lang het project al en we hadden de reeks en we hadden de poëzie. En toen was het, die titel, er moet toch iets op geplakt worden. Iets dat het alleen maar versterkt. En dan ben ik eigenlijk op zoek gegaan in oude poëzie van mij. En dan ben ik terechtgekomen in een gedicht / gedachtegang die ik schreef toen ik ooit, een paar jaar geleden, verliefd werd. En ik vond dat heel leuk en helemaal niet leuk, zoals je verliefdheid al kent. En daar had ik iets geschreven over, would you go crazy if you found out that I was saying this about you, writing this about you, feeling this about you. En die term die klopte, omdat die zo breed is, net zoals ons onderwerp eigenlijk ook, of ons concept ook heel breed is. Dat gaat over macht, over inperking. En verder is het aan de kijker. We willen geen één beeld meegeven aan de mensen die hier komen kijken. Ik moet zeggen, Margot, dat klinkt eigenlijk een beetje zwaar. Dan zou ik graag hebben, stel je eens eventjes voor de mensen die je niet kennen. Wie ben je en hoe ben je ertoe gekomen om aan dit soort van poëzie te gaan werken, mag ik wel zeggen. Want poëzie is niet zomaar iets dat je uit je mouw schudt, denk ik dan. Ja en nee. Als je het hebt over die poëzie, op een bepaalde manier is dat ook wel iets dat je soms echt uitkotst. Zoals je een gevoel hebt en opeens staat er iets op papier en soms staat er iets voordat ik doorheb wat ik eigenlijk dacht of voelde, dat ik dan snap door wat ik heb opgeschreven. Maar dus ik ben Margot. Margot Koremans, ik ben 23 nu. En ik heb Germaans gestudeerd, taal- en letterkunde. Omdat ik eigenlijk al heel lang een passie had voor taal. Ik weet nog dat vroeger mijn papa mij instopte om te gaan slapen. En dan zei ik, ja maar papa, waarom heet een leeuw nu een leeuw? En van waar komt dat? Waarom een leeuw? Waarom kiezen wij daarvoor? Maar die man had natuurlijk geen antwoorden. Maar die zei wel van ja, die gaat iets met taal doen. En dan ja, ben ik Nederlands en Duits gaan studeren om helemaal daarin te kunnen duiken en te zien van waar wat komt en hoe dat in zijn werk gaat. En dat schrijven is ook op mijn 15 begonnen en is eigenlijk nog steeds bezig voor mezelf on the side. Of, het is niet dat ik dat aan school link. Nu ben ik afgestudeerd in mijn bachelor en ben ik event management gaan studeren. Omdat dat nog een andere, denk ik wel, grote passie van mij is of kan worden. Ik hoor dat je zegt, ik ben eraan begonnen zo rond mijn 15e. Die poëzie, ik kan me voorstellen dat die toen helemaal anders was dan wat je nu schrijft. Als ik soms terugkijk op wat ik toen schreef, kan ik daar wel bij sommige dingen toch opnieuw van verwonderd zijn dat ik toen al die dingen schreef. Niet dat ze per se goed zijn, maar gewoon over mezelf van, was ik daarmee bezig? Ja, ik zal je maar al voorbereiden. Straks ga ik toch vragen van even een gedicht van je voor te lezen. Ik herinner mij uit mijn lessen van de humaniora dat dichten op die leeftijd bij ons, dat was rijmen. Alles moest op het einde mooi klinken. Wat erin stond was niet zo belangrijk, als het maar leuk klonk op het einde. Ben je daarin, mag ik zeggen, geëvolueerd dat gedichten en rijmen niet noodzakelijk moet samengaan? Zeker in het Nederlands. Dat is mijn moedertaal. En ik denk dat iedereen in zijn eigen moedertaal zo'n vrijheid voelt, omdat hij die taal zo beheerst dat hij eigenlijk dingen kan schrijven die grammaticaal niet, of inhoudelijk zelfs niet kloppen, en toch kloppen. En binnen die vrijheid, dan laat je alles wat moet. Je bent eigenlijk niet meer, of ik ben toch niet meer zo bezig met dat rijmen, omdat ik weet hoe ik iets wil zeggen. En ik vind woorden of beelden waar ik nog nooit aan had gedacht. En dat komt vanzelf. En ik merk heel hard, want als ik in het Engels, heel af en toe schrijf ik in het Engels, dan val ik veel meer terug op klank en op rijm. Dus jij hebt ook die ervaring dat je zegt van ja, in mijn eigen taal is het toch nog altijd een stuk makkelijker. Je moet niet nadenken. Allee, je denkt heel veel na, maar je moet niet nadenken over hoe je iets moet zeggen, omdat dat dan veel sneller komt. Maar ik vind het ook wel interessant om bijvoorbeeld in het Engels te schrijven, omdat je werkt veel meer rond klank. Maar dat betekent niet dat je inhoud daar aan moet onderdoen. Het is gewoon een heel andere soort poëzie, vind ik. Ik heb bijvoorbeeld de Beat Generation, Allen Ginsberg, die inspireert mij heel hard om veel meer klank en slam en voordrachtpoëzie. En daar, Lucebert had uiteindelijk ook bij de 50's.
wat die man zei was niet altijd op het eerste zicht heel duidelijk. En misschien was het er zelfs niet. Wie ben ik om dat te zeggen? Maar dat was zo krachtig. Puur door alle klanken die samenkwamen en over elkaar strompelden en struikelden en liepen. En dat vind ik dan weer heel fijn, dat je door die beperktheid in je vocabulaire in andere taal net wel weer dat gaat opzoeken. Wat ik soms een beetje mis in het Nederlands. Primair, ik wil uiten wat ik voel. Secundair, ik wil ook wel dat mensen ervan genieten en dat ze er iets bij voelen. En dat moet geen duidelijk gevoel zijn, maar dat ik daar ook mensen mee kan bereiken. En dan dat pas op de derde plaats komt, denk ik, echt begrijpen. Ja, als we het hebben over poëzie, dan vind ik het ook wel heel belangrijk dat jij eens een voorbeeldje laat horen van wat je zoal neergepend hebt. En terwijl de mensen kunnen kijken naar beelden van de prachtige foto's die hier hangen, stel ik voor dat jij eens even dat gedicht voorleest. De vlucht. Wij willen weten wat vogels doen. Wij dragen hun veren als jas, houden onszelf niet warm met onszelf. Binnen de muren van onze schedel zoeken wij het onbegrensde op. Door de isolatie van een vossenvacht willen wij ons verbinden met al dat waar de kapper niet naar vraagt. De aangeboden koffiedik is niet genoeg. Er hebben er hun voeten ingebonden om teennagels te kweken in een ronde olifantenhuid. En toch leggen wij onze slaap in de vergetelheid achter uithangborden die niets te zeggen hebben. Klamp u vast. Ik wens je veel succes met de tentoonstelling. Stel voor dat je nog eens eventjes zegt welke de titel is van de tentoonstelling, waar ze loopt en wanneer. Wel, onze tentoonstelling heet Would You Crazy If You Found Out? En die is nog tot zondag 23, tot en met zondag 23 mei te bezichtigen in de Life is Art Gallery in de Sint-Jorispoort in Antwerpen. Ha ha ha.